Er is geen sprake van onrust binnen het Nationaal Leger. Het was slechts een kennismakingsgesprek. Dit zegt waarnemend bevelhebber Werner Kioaseng tegenover de STVS Nieuwsredactie. De onlangs opgerichte vakvereniging, Vereniging Rechtspositie Militairen, VRM, heeft onlangs een kennismakingsgesprek gehad met de leiding van het ministerie van Defensie. De VRM heeft tijdens dit onderhoud enkele knelpunten aangehaald die zich volgens hen voordoen binnen de defensieorganisatie. Waarnemend bevelhebber Werner Kioaseng, die naast minister Matura ook aanzat tijdens de bespreking met de VRM, gaat in op de redenen en de kern van het onderhoud met de vakvereniging. Het is gebruik dat iedereen die vraagt voor een gesprek of om gehoord te worden, dat zij ook uitgenodigd worden om te praten. Er is geschreven naar het ministerie voor een gesprek. En daarna heeft de minister gecorrespondeerd. Er is gevraagd naar onderliggende stukken zoals de statuten en andere documenten. En die zijn ook netjes opgestuurd naar de minister. En daarna is de VRM uitgenodigd geworden voor het gesprek, voor het kennismakingsgesprek. We hebben het gesprek gevoerd met de VRM. Het doel van het gesprek was om met elkaar kennis te maken. En daar hebben we het ook op gehouden. De VRM is inderdaad gekomen met een aantal eisen. Maar we hebben ook netjes gezegd dat het niet hoort om nu al met eisen te komen. Om tijdens het kennismakingsgesprek te komen praten daarover. Dus we hebben ons echt gehouden aan de kennismaking, want dat was eigenlijk ook het doel. De onlangs opgerichte VRM heeft als doel de belangen van alle militairen en het burgerpersoneel te behartigen. Het bestuur heeft zich op vrijdag 15 juli gemeld bij minister Krishna Mathura. Bondsvoorzitter, tevens militair Rodney Cairo geeft aan dat er grote ontevredenheid is binnen het Nationaal Leger. De onderbezetting, het salaris, de medische voorzieningen, als ook de voeding tijdens de detacheringen zijn enkele punten die volgens de bond dringende aandacht behoeven. Het bestuur is verder niet te spreken over de wijze waarop het kennismakingsgesprek met de leiding van het ministerie is verlopen. Voorzitter Cairo geeft onder andere aan dat minister Mathura geen bereidwilligheid heeft getoond om de knelpunten binnen het Nationaal Leger op te lossen. De minister geeft aan dat ik, als de minister zegt, met haar woorden natuurlijk, zegt zij dat ik het lijkt alsof ik een mes aan de keel hou. En dat is helemaal, dat is helemaal niet waarvoor wij als vakbond met haar aan de tafel zijn gaan zitten. Het gesprek is niet afgelopen als hoe wij het hadden gedacht. Het kan gebeuren, het mag niet gebeuren. Maar in ieder geval hebben wij de zaken aangekaart die wij hebben doorgekregen van de leden om aan te kaarten. Dat de zaken worden behartigd. En men, de zaken die wij hebben aangekaart zijn niet in goede aard gevallen bij de minister en de waarnemend bevelhebber. De voornaamste taak van het Nationaal Leger is het verdedigen van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire agressie. Kioaseng geeft verder aan dat de VRM zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Het feit dat de VRM de media opzoekt alvorens zij de inhoud van de bespreking met de leiding van het ministerie deelt met haar leden, is volgens de waarnemend bevelhebber een vorm van onfatsoenlijk bestuur. Kijk, het gesprek is gevoerd geworden met de VRM en zoals de leden van de VRM hebben gezegd, dat hetgeen we hebben besproken bij de kennismaking ook gedeeld gaat worden met hun vereniging. Ik vind het wel jammer dat er gelijk in de pers aandacht wordt gezocht voor hetgeen ze hebben besproken met het ministerie. Maar het is wel behoorlijk bestuur wanneer je teruggaat naar je achterban, zoals zij het hebben genoemd, om eerst hun in kennis te stellen voordat men in de pers treedt. Voor wat betreft het vervolgtraject, men moet gewoon even geduldig wachten, omdat wij zijn bezig met het uitvoeren van beleid. Er zijn heel veel ontwikkelingen die plaatsvinden binnen het ministerie, binnen het leger. Dus we moeten echt een moment uitzoeken om gewoon dit traject dat wij hebben uitgestippeld, en dat gaan we ook samen met hun doen, om dat uit te voeren.
De VRM geeft eveneens aan dat minister Krishna Mathura het kennismakingsgesprek eerder heeft verlaten en dat het onderhoud met de leiding van het ministerie nimmer op een fatsoenlijke manier is afgesloten. De STVS-nieuwsredactie nam contact op met de bewindsvrouw en Mathura benadrukt dat zij het gesprek nimmer eerder heeft verlaten en dat de bespreking met de VRM wel netjes is afgerond.